Bossen veranderen voortdurend, niet alleen door menselijk toedoen, maar ook door natuurlijke processen. Natuurlijke verstoringen vormen een integraal onderdeel van de ecosystemen in de Canadese bossen. Dit is altijd zo geweest, al vanaf het moment dat de gletsjers zich bijna 10.000 jaar geleden terugtrokken. Branden verstoren onze bossen bijvoorbeeld vaak. Er zijn tekenen die erop wijzen dat dit door de klimaatverandering alleen maar vaker zal gebeuren. Wanneer wij besluiten ergens tot houtkap over te gaan, is ons criterium dan ook wat de natuur zelf zou doen. Daarom zien we dat de grenzen van het houtkapgebied onregelmatig gevormd zijn, dat we soms bomen expres overeind hebben laten staan en dat er eilanden zijn die in hun geheel onaangetast zijn gebleven. Dit doen we om het verstoringspatroon na te bootsen dat na een bosbrand in het landschap zou zijn ontstaan. We moeten bosbrand niet als goed of slecht beschouwen. Het is een natuurlijk fenomeen en zo moeten we er ook naar kijken. Soms vormt bosbrand een bedreiging voor de mens of voor menselijke infrastructuur, maar het is ook een natuurlijk element van het ecosysteem. Bosbranden zijn essentieel voor de voortdurende regeneratie en vernieuwing van ecosystemen. Ook insecten zorgen voor natuurlijke verstoringen van de bossen in Ontario en de rest van Canada. Deze verstoringen kunnen klein zijn, maar ook heel groot. Een klassiek voorbeeld is de pijnboomkeverplaag in West-Canada. In 1999 was de kever actief op 163.000 hectare. In 2007 was dit gebied toegenomen tot 13,5 miljoen hectare. Het betreft dus een enorme hoeveelheid hout, ongekend waar ook ter wereld. Wat is de reden voor de snelle verspreiding van de pijnboomkever? De winters zijn zachter geworden, waardoor de insecten makkelijker overleven. De zomers zijn droger en heter. De tweede factor is dat we al 100 jaar natuurlijke branden blussen, zodat de hoeveelheid oud hout is verdrievoudigd. En juist in dit oude hout voelt de pijnboomkever zich thuis. We pakken de plaag op verschillende manieren aan. In de provincie wordt een actieplan gebruikt, waarin de activiteiten van alle instanties worden gecoördineerd. Het plan is het resultaat van inspanningen van de federale regering, het bestuur van British Columbia, gemeentes en andere lokale overheden, regionale districten, de inheemse bevolking, het bestuur van Alberta en Parks Canada. Het is dus een brede verdedigingslinie van betrokken mensen en instanties. Oorspronkelijk was de benadering vooral biofysisch, maar dit verschuift steeds meer naar sociaal-economische aspecten. In de eerste 3 à 4 jaar ging het vooral om bosbouw, maar nu beginnen we de invloed te zien op de economische motoren van onze plattelandsgemeenschappen. Nu gaat het erom deze economieën te diversificeren. Een van de fundamenten van ons bosbeheer is het begrip duurzame ontwikkeling. We proberen een evenwicht te vinden tussen sociale, economische en milieubehoeften. Deze balans speelt de hoofdrol bij onze dagelijkse afwegingen over het welzijn van de bossen.